כבוד הרב, אני מזמין אותך. Dear Chaim, please come forward and welcome. I have introduced you in Dutch. And I don't know if you want to say something about yourself or that you just want to kick off. We communicate through God's word. So. Amen. This is the best introduction after all. It's true that we stand together. De beste introductie is Gods eigen woord en dat is ook wat ons samenbindt. So I begin by saying goedemorgen, God zegent ja. Dat hoef ik niet te vertalen. But as you know, that's it for my Dutch. So. Veel verder reikt mijn Nederlands niet. I'm sure your English is much, much better than my Dutch. And of course, Kees's translation will be able to provide the meaning for those who have more difficulty in English. Uw Engels zal vast beter zijn dan mijn Nederlands. En de vertaling van Kees zal er nog bij helpen om de betekenis wat te pakken te krijgen. Okay, so let's begin then launching directly into the subject. A subject that I feel compelled to stress, Kees gave me. Laten we maar gelijk van start gaan met het onderwerp. En ik wil er nadrukkelijk bij zeggen dat het een onderwerp is dat Kees aan mij voorgelegd heeft. That is a central principle for me, whenever I speak to any group, Jewish or Christian, is a principle that derives from the second verse of Psalms. Mijn uitgangspunt, als ik voor een groep spreek, of het nu een Joodse of een christelijke groep is, heb ik ontleend aan een vers uit de Psalmen. Ki im betorat Hashem chefzo. His desire is in the Torah of God. Want zijn begeerte, zijn verlangen is in de Torah van God. And in our tradition, the comment on this is that a person can only learn Torah where his heart desires. En onze traditie legt dat zo uit dat iemand alleen maar Torah kan leren als zijn hart daar ook naar verlangt. So I always ask, what does your heart desire? And that's how we get to the topic. Dus dan vraag ik altijd, wat is het verlangen van je hart? En zo komen we aan het onderwerp. So for me it's always important that the topic be chosen by the audience and not by the speaker. Dus ik vind het dan ook belangrijk dat het onderwerp door het publiek gekozen wordt en niet door de spreker. But I feel especially compelled to stress this point with respect to today's topic. Maar ik moet dat toch speciaal ook zeggen met betrekking tot het onderwerp van vandaag. Because as Kees and I discussed, this is not a topic that I would have chosen on my own. Want daar hebben we samen over gepraat. Het zou niet een onderwerp zijn wat hij zelf direct uitgekozen zou hebben. Not because I have any problem with the topic. Niet omdat ik met het onderwerp zelf problemen heb. But the underlying principle for me, especially when Jews and Christians come together, is to be based exclusively on God's word revealed in the Bible. Maar de basis waarop ik met christenen de ontmoeting wil aangaan is eigenlijk wat God in zijn woord openbaart. And the title of today's talk is not taken from the Bible. En de titel van het onderwerp van vandaag is niet rechtstreeks uit de Bijbel gekozen. So we'll still of course need to consider the topic of today's talk. I'm not going to evade it, of course. Maar ik wil het onderwerp niet ontlopen. Indeed, the book that is generally most associated with the line that is quoted in the title of today's talk is probably the book that formed my Weltanschauung more than any other rabbinical work. Maar het komt eigenlijk uit een boek dat waarschijnlijk op mijzelf de meeste invloed heeft gehad bij mijn vorming, meer dan enig ander rabbijns werk. But it is a rabbinical work, and as a result, I'd still like to start with the Bible. Maar het is dus een rabbijns werk, en daarom wil ik in de eerste plaats beginnen met de Bijbel. So, first part is not going to relate directly to the title. Dus het eerste deel van mijn lezing zal niet rechtstreeks over de titel van de lezing gaan. Not to evade the issue and not to just drag you out. Niet om het te ontlopen of om u daarvan af te leiden. But because
I feel it is of utmost importance for us to first dig for the foundations in the words of the Bible. Maar ik vind het buitengewoon belangrijk om in de eerste plaats te graven naar de fundamenten in de Bijbel. And then we attack the statement itself and try to understand what it's talking about and what its implications are back in the Bible. En dan komen we vanzelf terecht bij het onderwerp en wat de implicaties daarvan zijn en vandaar weer terug naar de Bijbel. So, since the metaphor of heart does not appear anywhere in the Bible with respect to Israel, I'd like to consider a couple of expressions that do, that I think bear heavily on today's subject. Het woordje hart wordt in de Bijbel niet als metafoor voor Israël gebruikt. Dus daarom wil ik eerst een aantal Bijbelverzen, Bijbelse beelden van Israël onderzoeken die daar wel direct mee samenhangen en die hetzelfde eigenlijk uitdrukken. The first is focusing upon a single word, a very loaded word in the Bible that is employed on 4 different occasions in the 5 books of Moses and additionally in Psalms in referring to Israel. En het eerste is een bijzonder geladen woord dat we in boek Exodus in de eerste plaats vinden en nog op 3 andere plaatsen in de Torah en ook in de Psalmen. That word which appears for the first time in Exodus chapter 19 verse 5 is segula. We vinden het voor het eerst in Exodus 19 vers 5 en dat is het Hebreeuwse woord segula. In Exodus chapter 19 verse 5, God says to Israel immediately before the theophany at Sinai, "Now, if you fully hearken to my voice and keep my covenant, you will be for me segula from among all the peoples, for all the earth is mine." Het is een woord van God dat we vinden direct voorafgaand aan zijn verschijning op Sinaï. "Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn. Want heel de aarde is van mij." Segula, mijn persoonlijk eigendom, wordt het hier vertaald. So what does segula mean? Maar wat betekent segula? If we just use the places in the Bible where segula already refers to Israel, it doesn't tell us anything more about what segula as a word means. Als we het opzoeken en overal waar het in de Bijbel op Israël betrekking heeft, dan komen we er eigenlijk nog niet echt achter wat het nou betekent. We therefore focus on 2 additional instances in which the word appears in the Bible and has nothing to do with Israel in either of these instances. En daarom kijken we naar het woord in een ander verband waar het helemaal niks met Israël te maken heeft, maar wat toch wat meer zegt over de betekenis. In Ecclesiastes chapter 2 verse 8. In Prediker 2 vers 8. Kohelet, who in our tradition is King Solomon. Kohelet is in onze traditie koning Salomo. Says, "I gathered for myself also silver and gold and segula of kings and countries." En dan lezen we in 2 vers 8. "Ik vergaderde mij ook zilver en goud, segula van koningen en gewesten." Note, segula obviously has something to do with property here. Dus segula heeft kennelijk hier iets te doen met bezit of eigendom. Specifically, royal property. En in het bijzonder koninklijk bezit. And that context appears also very clearly in the other verse that I'll cite from the first book of Chronicles, chapter 29, verse 3. En in die context vinden we het ook in 1 Kronieken 29, vers 3. These are the words of King David saying, "In my desire of the house of my God," King David's desire, his longing to build the holy temple,
Yesh li sigula zahav v'chasef. I have sigula of gold and silver, which I have given to the house of my God above. 1 Kronieken 29, vers 3, daar spreekt koning David over zijn diepe verlangen om de tempel te bouwen. Dan zegt hij, omdat ik een behagen schep in het huis van mijn persoonlijk God, van mijn God, heb ik daarboven sigula van goud en zilver. So once again, sigula, royal property. Dus opnieuw sigula als koninklijk bezit. I'm emphasizing this point because I don't know how your Bibles translate segula when it refers to Israel, but it often is translated as special, and it carries a connotation that almost seems chauvinistic, even racist. Ik leg hier even de nadruk op, omdat in veel vertalingen dat woordje segula, als het om Israël gaat, vaak wordt vertaald als iets wat ja, toch de connotatie heeft van chauvinistisch of speciaal. And that's not what segula means. En dat is niet wat segula betekent. Segula is designated royal property. Segula betekent aangewezen of onderscheiden koninklijk bezit. It doesn't mean that the only thing that matters to God is Israel. Betekent niet dat het enige wat voor God belangrijk is alleen Israël is. If anything, it means the opposite. That the only thing that is permissible to matter to Israel is God. Als het daarom gaat, dan is het eerder het omgekeerde. Het enige wat voor Israël toegestaan is om zich mee bezig te houden, is God. Not that God has no other nation, but that Israel is a nation that has no other God. Niet dat God geen andere volk heeft, maar Israël is een volk dat geen andere God heeft. It is designated royal property. Het is aangewezen, ik zoek nog even naar het juiste woord, maar speciaal koninklijk bezit. I'll note for the scholars that segula is a fairly obvious cognate of the Akkadian segalitu, which has the same connotation. Voor de geleerden onder ons, segula hangt samen met een Akkadisch woord, segalitu, als ik het goed zeg, wat diezelfde connotatie heeft. I have to admit that I don't know anything about Akkadian, but there was an article that was written on this subject in the mid-20th century. It was very interesting. Ik weet niks van Akkadisch, maar dat heb ik ergens in een belangrijk artikel gelezen. I don't want any false pretenses here, so. Okay. Having stated that, it's important for us to then appreciate that the statements that we find in the Bible that are, I suspect, often read as implying the supremacy of Israel, are rather to be properly read as the supremacy, the overriding importance of the mission for God. Dus ik leg hier de nadruk op, omdat die verzen waar dat in voorkomt heel vaak gelezen worden alsof Israël het allerbelangrijkste is, maar het gaat eerder erom dat Gods missie, Gods opdracht, dat is het meest centrale. As perhaps a particularly dramatic example in Deuteronomy chapter 26, we read of the covenantal relationship between God and Israel in verses 17, 18 and 19. We lezen daarover in Deuteronomium 26, de versen 17, 18 en 19, Gods verbond met Israël. And the part that is particularly relevant and at first glance maybe particularly grating is the beginning of verse 19. De plek die bijzonder relevant hiervoor is, is in bijzonder vers 19, het begin van vers 19. That is in verse 18 we encounter the word segula again regarding Israel, that God has made you his segula people. Vers 18 komen we dat woord segula weer tegen. God heeft jullie zijn segula volk gemaakt. And the consequence in verse 19 is to give you as most high upon all of the nations that he made for praise, for renown and for glory and for you to be a holy people to God your Lord as he spoke.
En dan de consequentie daarvan vinden we in vers 19, dat hij u een plaats zal geven hoog boven alle volken die hij gemaakt heeft, tot lof, tot de naam en tot sieraad, en dat u een heilig volk zult zijn voor de Heer uw God, zoals hij gesproken heeft. Well, what's that talking about? Waar gaat dat dan over? And as many of our classic commentators are quick to point out, the praise, the renown and the glory are not Israel's, they're for God. En vele van onze klassieke commentatoren die zeggen daar gelijk bij, de lof en de naam en de sieraad, dat is niet Israël, maar dat gaat over God. Dat is van God. Israel both actively by the message that it is summoned to broadcast, and I suppose we could say passively by what happens to it, will serve as the instrument through which this message about God will be proliferated, disseminated through the world. Israël, als het zijn opdracht die het van God gekregen heeft vervult, actief en ook passief door wat er met Israël gebeurt, zal het instrument zijn, het middel waardoor die lof en die naam en die sieraad van God verspreid zullen worden. Which inevitably pertains to a subject that we're going to need to explore in, I guess it's the third part of what I'd like to discuss with you today. An idea that is expressed explicitly in Isaiah, the idea of being a light of the nations. En dat hangt ook samen met een onderwerp wat ik straks nog met u wil bespreken, wat we in Jesaja terugvinden, Israël als een licht voor de volken. Now we're still going to need to consider who is the subject of this expression, a light of the nations, when we plunge more deeply into the messages of Isaiah later today. En dan zullen we er ook met elkaar over na moeten denken wie het onderwerp daarvan is, van dat een licht voor de volken te zijn, en daar zullen we dieper op induiken. But this is an expression that we find in both Isaiah chapter 42 verse 6 and chapter 49 verse 6, that I have given you as a light of the nations. Maar het is een uitdrukking die we in Jesaja 42 vers 6 en in Jesaja 49 vers 6 vinden. Ik heb je gesteld tot een licht voor de volken. In chapter 49 verse 3 we note that God said to me, you are my servant Israel in whom I glorify. In Jesaja 49 vers 3 lezen we, hij heeft tegen mij gezegd, u bent mijn knecht Israël, in wie ik mij zal verheerlijken. And again, while we will still need to consider just who is the servant to whom Isaiah refers here, the principle, Israel in whom I glorify, that God is to be glorified by means of Israel in the world. We zullen nog verder daarover moeten spreken wie de profeet bedoelt als hij het over mijn knecht heeft. Maar dit principe wordt hier ook duidelijk. Israël is het door wie of in wie God zich in de wereld zal verheerlijken. Using the same metaphor of light, we also encounter the words of Isaiah in chapter 60, verse 3. Als we even verder gaan met die metafoor van het licht, dan komen we ook terecht in Jesaja 60, vers 3. And here, arguably, unequivocally, the reference is to Israel, that nations will go by your light and kings by the gleam of your shining. En hier is natuurlijk ook de verwijzing naar Israël. Heidevolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad. Now, in order to better understand what that means, I'd like to consider a parallel track that emerges. We began, after all, with Exodus chapter 19, verse 5. In the following verse, in verse 6, that provides us with an instructive metaphor. We gaan even terug naar Exodus 19. We hadden net vers 5 en nu nemen we vers 6, waarin eigenlijk een parallele metafoor gebruikt wordt. This is all, of course, still a continuation of
the summons, the condition, if you fully hearken to my voice and keep my covenant, then besides being a segula, as expressed in verse 5, we read in verse 6, you will be to me a kingdom of kohanim, of priests, and a holy nation. Dat is natuurlijk ook een direct gevolg van de opdracht die in vers 5 gegeven wordt. Als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt, dan ben je een mijn segula. Maar ook in vers 6, voor mij een koninkrijk van kohanim, van priesters en een heilig volk. The metaphor of priests appears likewise in Isaiah chapter 61, verse 6. Die metafoor van de priester vinden we op dezelfde manier ook in Jesaja 61, vers 6. I think it's particularly important for us to consider the formulation here, that the prophet says, you will be called Kohanei Hashem, priests of God. We moeten hier heel goed letten op de manier waarop het geformuleerd is, Jesaja 61, vers 6. U zult genoemd worden Kohanei Hashem, priesters van de Heere. And likewise, Mesharetei Eloheinu, servants of our Lord, Ye'amer Lachem, will be said of you. En op dezelfde manier zal er over jullie gezegd worden, dienaren van onze God. So of course, inevitably, this is a question that I always like to pose to my audiences, both Jewish and Christian. We need to consider, who's saying this? En dan de vraag die ik dan zowel aan mijn Joodse als aan mijn christelijke toehoorders stel. Wie heeft dit gezegd? Servants of our God. Dienaren van onze God. Well, obviously, it can't be Israel saying it because it's being said to Israel. Het kan niet Israël zelf zijn, want het wordt tegen Israël gezegd. We're talking about a world in which the nations and Israel are serving the same God, and the nations are saying to Israel, you are servants of our God. We hebben het over een wereld waarin Israël en de volken dezelfde God dienen, en de volken dus tegen Israël zeggen, jullie dienen onze God. Now, one point that we can immediately glean from this formulation as well, and this is a corollary of the structure of the prophetic poetry of the Bible, that the expression Mesharetei Eloheinu Ye'amer Lachem, servants of our God will be said of you, is a parallel one to you will be called Kohanei Hashem, priests of God. Nou, het eerste wat we direct al uit op kunnen maken, ook uit de poëtische structuur zoals we die in de profeten vinden. De uitdrukking dienaren van onze God en priesters van de Heere zijn parallellen. Which of course already tells us that priests are supposed to be servants. Priests of God, servants of God. Dat vertelt ons in de eerste plaats dat priesters dus ook dienaren moeten zijn. But dienaren van God. To plunge a bit further into the meaning of the metaphor of the priests. Maar laten we even verder gaan met de betekenis van die metafoor van priesters. What did the priests do all the time? Wat moeten priesters de hele tijd doen? What was their full-time employment? Wat was hun volledige werk? So, what was it? Okay, well, that's a good answer, except while it is part of their employment, it definitely is not a full-time job. Offers brengen is een Who said that? Let me just translate what was Please, answered. Please, yes, okay. In de eerste plaats wordt gezegd offers brengen. Maar offers brengen was niet de volledige taak van de priesters. Daarnaast was een belangrijke taak het geven van onderwijs. That is, without getting into the technicalities too much, in Chronicles we read about the division of the priests into 24 watches. In de kronieken lezen we over de verdeling van de priesters in 24 groepen. Each watch would serve in the temple, engaging in the temple service, 1 week before moving on to other things and being replaced by the next watch. En elke groep moest 1 week in de tempel dienen en dan gingen ze weer verder met allerlei andere taken. Which meant that
any given priest would serve in the temple approximately 2 weeks a year. Wat erop neerkwam dat elke priester ongeveer 2 weken per jaar in de tempel diende. That's not a full-time job. Dus dat is geen volledige baan. Okay, which of course brings us to your answer. En dan komen we uiteraard bij jouw antwoord uit. The full-time job was to be teachers. Hun volledige baan is om leraren te zijn. As expressed in Leviticus chapter 10, verse 11. Dat vinden we in Leviticus 10, vers 11. And this is overtly a message that pertains to the priests, to Aaron and his sons. Een boodschap aan de priesters, Aaron en zijn zonen. As stated in verses 8 and 9. Zoals het in 8 en 9 staat. In verse 11, to instruct the people of Israel regarding all the statutes that God spoke of them by the hand of Moses. En dan lezen we in vers 11, om de Israëlieten in al de verordeningen te kunnen onderwijzen die de Heere door de dienst van Mozes tot hen gesproken heeft. Likewise, in Moses' final blessing to the tribe of Levi in Deuteronomy chapter 33, verse 10. In Mozes' laatste zegen voor de stam Levi in Deuteronomium 33. Oh, sorry, dat was Leviticus 10, vers 11. En nu Deuteronomy chapter 33, verse 10. En nu gaan we naar Deuteronomium 33, vers 10. They will teach his judgments, God's judgments, to Jacob and his Torah to Israel. Zij zullen Jacob uw bepalingen leren en Israël uw wet. And again, of course, it's all about teaching. En het gaat hier dus ook weer helemaal over onderwijs geven. To cite a later priest, a later Kohen, Ezekiel. Om een veel latere priester te citeren, Ezekiel. After all, the beginning of Ezekiel, we read that he is a Kohen. We lezen natuurlijk in het begin van Ezekiel dat hij een priester, een Kohen is. In chapter 44, verse 23, the vision of the temple of the future and the priests in the future. Ezekiel 44, het visioen van de toekomstige tempel en het toekomstige priesterschap. Almost a direct restatement of what we saw in Leviticus. Daar vind je bijna een volledige herhaling van wat we zagen in Leviticus. My people, they will instruct between that which is holy and that which is mundane, and make known to them the distinction between that which is defiled and that which is pure. Zij moeten mijn volk het onderscheid leren tussen heilig en onheilig en hun het onderscheid laten weten tussen onrein en rein. You know, the hallmark of teaching is teaching how to draw distinctions. Dus het kenmerk van onderwijs is leren om onderscheid te maken. And one final case which is, I think, perhaps most dramatically expressed in the second chapter of Malachi. En het laatste voorbeeld, het meest dramatisch uitgedrukt in Malachi 2. The last of the prophets in the Hebrew Bible. De laatste profeet van de Hebreeuwse Bijbel. We read in the first verse of the chapter that this is God's command to the Kohanim, to the priests. Daar lezen we in vers 1 van dat hoofdstuk dat dit Gods gebod voor de priesters is. And to focus on verses 6 and 7. En dan richten we ons op vers 6 en 7. A Torah of truth was in his mouth, and injustice was not found upon his lips. In peace and uprightness he walked with me and returned many from iniquity. Ga je me lezen, vertaald rechtstreeks uit het Hebreeuws. Dus ik probeer even ook zijn vertaling wat weer te geven. Dus een Torah van waarheid was in zijn mond. Geen ongerechtigheid werd op zijn lippen gevonden. In vrede en oprechtheid wandelde hij met mij en velen bekeerde hij van ongerechtigheid. Verse 7, because the lips of the Kohen, of the priest, vouchsafe knowledge and Torah, they seek of his mouth, because he is an angel of the God of hosts.
Voorzeker, de lippen van een priester moeten kennis bewaren. En Torah moet het men uit zijn mond zoeken, want hij is een gezant van de Heere van de legermachten. Of course we should note that Malach, which I'm translating as angel in keeping with most of the translations, really in Hebrew means messenger. In other words, messenger, which is what all teachers really are, right? Malach in het Hebreeuws betekent, wordt vertaald met engel, maar dat betekent in de eerste plaats boodschapper of gezant, wat hier in de HSV staat. So en dat is eigenlijk wat alle leraren ook zijn. Sorry. So of course, inevitably, what we need to consider is what this tells us with respect to the role of Israel in the world. Dus dan moeten we ook er verder over nadenken wat ons dit vertelt over de rol van Israël in deze wereld. When God sends Moses to Pharaoh in Exodus chapter 4, verse 22, God says to tell Pharaoh, so says God, my firstborn son is Israel. Als God Mozes naar Farao stuurt in Exodus 4, vers 22, dan zegt hij tegen Mozes dat hij tegen Farao moet zeggen, zo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. And of course, the crucial point of emphasis, I think many of you have heard this from me, is that it doesn't say my only son is Israel. En belangrijk om te benadrukken hier, dat hebt u mij misschien eerder horen zeggen, het zegt niet dat Israël mijn enige, Gods enige zoon is. Parents who have an only child don't refer to the child as a firstborn. Ouders die maar één kind hebben, spreken niet over dat kind als hun eerstgeborene. But an only child. Een enige kind is het dan. Israel is not God's only child. Israël is niet Gods enige kind. Everyone is God's children. Iedereen is Gods kinderen. Which inevitably is something that I think we'll be returning to later, but it's important for us to stress it right now. We komen daar waarschijnlijk nog op terug, maar ik wil dat nu al even benadrukken. And maybe as a complementary consideration to this one, consider the way the book of Jonah, the prophecy of Jonah, concludes. De profeet Jonah, het boek Jonah, sluit af met de woorden. You know, this is a general observation with respect to the prophecy of Jonah. Ostensibly, the principal theme in the prophecy of Jonah is repentance. Het belangrijkste thema in het boek Jonah is natuurlijk berouw of bekering, ommekeer, boetedoening. As you may know, in synagogues we read the book of Jonah at a very strategic point in the year, in the afternoon service on Yom Kippur. U weet dat we het boek Jonah in onze traditie lezen op een heel strategisch moment in het Joodse jaar, in de middagdienst van Yom Kippur, de grote verzoendag. Which is a meaningful consideration in analyzing Jonah chapters 1, 2 and 3. En dat is belangrijk om je dat ook te realiseren als je de hoofdstukken 1 tot en met 3 leest. Except there's also that chapter 4 that has nothing to do with repentance. En dan komt hoofdstuk 4 waar het helemaal niet over boetedoening of bekering gaat. So what's it doing there? Waar gaat dat dan over? What's the message that emerges from chapter 4? Wat is de boodschap van hoofdstuk 4? Well, it's not exactly hidden because God makes it very explicit at the end of the chapter. Het staat er heel duidelijk aan het eind van het hoofdstuk. The last two verses of chapter 4, verses 10 and 11. De laatste twee versen, vers 10 en 11 van hoofdstuk 4. God said, you had compassion for the gourd in which you didn't toil and that you didn't cause to grow, that within a night was and within a night was lost. Daarop zei de Heere, u ontziet die wonderboom waarvoor u niet gezwoegd hebt en die u niet hebt laten groeien, die in één nacht ontstond en in één nacht verging. And I shouldn't have compassion for Nineveh, the great city that has in it 120,000 people who don't know their right hand from their left hand and much cattle. Zou ik dan die grote stad Nineveh niet ontzien of mij erbarmen over die grote stad Nineveh waarin meer dan 120.000 mensen zijn die het verschil tussen hun rechter en hun linkerhand niet weten en bovendien veel vee. What's the message? Wat is de boodschap?
Everyone is God's children. Iedereen is Gods kind, Gods kinderen. The people who don't know their right hand from their left hand. De mensen die hun rechterhand niet van hun linkerhand kunnen onderscheiden. Even, pardon my adding this, much cattle. En zelfs, it's also God's children. En zelfs, sorry dat ik er nog even bij zeg, zelfs veel vee hoort ook bij de kinderen van God. So everything is God's children. Dus alles in feite. And God has compassion upon everything. En God heeft medelijden, ontferming met alles. And he would never say that my only child is Israel. It's only firstborn. En hij zou nooit zeggen mijn enige kind is Israël. Israël is zijn eerstgeborene. Israel is summoned to open the womb of humanity, to lead all of humanity back to God. Het is de taak van Israël, de opdracht van Israël, om de baarmoeder van de mensheid te openen, om de mensheid te leiden naar God. And in practice, as a practical expression, we consider one of the crucial commandments that God gives Israel in Deuteronomy before entering into the land. In Deuteronomium vinden we een hele belangrijke centrale uitdrukking die hierop betrekking heeft. Net voordat Israël het land Canaan, het land Israël binnentreedt. In Deuteronomy chapter 27 in verse 2 we read the instruction that when you are to cross over the Jordan to the land that God is giving you, you are to set up great stones and plaster them over. In Deuteronomium 27, vers 2 lezen we: op de dag dat u de Jordaan oversteekt naar het land dat de Heer uw God u geeft, moet het zo zijn dat u voor uzelf grote stenen opricht en die met kalk bestrijkt. And in verse 3, you are to write upon them all the words of this Torah, this teaching, in your crossing over. En dan vers 3, u moet alle woorden van deze Torah, dit onderwijs, daarop schrijven als u overgestoken bent. For whom? Voor wie is dat? So with respect to verse 8, where we read, you are to write upon these stones all the words of the Torah, ba'er hetev, explained well. In vers 8 lezen we dan, u moet op de stenen alle woorden van deze Torah schrijven. Be'er hetev, dat wil zeggen duidelijk uitgelegd. It's not explicit in the text, but in our tradition, that means to write the words of the Torah in 70 languages. En het staat niet zo expliciet in de tekst, maar de traditie legt dat zo uit dat de Torah in 70 talen daar moet opgeschreven worden. All of the archetypal languages for the 70 archetypal nations descended from Noah. Alle archetypische talen, 70 talen voor de 70 archetypische volken die afstammen van Noach. Because that's a critical aspect of coming into the land. Want dat is een kritiek, een cruciaal aspect van het land binnentreden. Projecting the message of God's word in 70 languages. De boodschap van Gods woord uitdragen in 70 talen. And we should note in the following verse, in verse 9, Moses says to the Kohanim, the Leviim, and all Israel, pay attention, hear Israel, this day you become a people to God your Lord. En dan zegt Mozes in vers 9 tegen de priesters en de levieten en tot heel Israël, zwijg en luister Israël, op deze dag bent u tot een volk geworden voor de Heere. Two points of observation. First, obviously the emphasis. This day you become a people to God your Lord. If you do this, then you've become a people to God your Lord. Because this is a critical aspect of your identity. If you're not doing this, you have not become a people to God your Lord. Twee opmerkingen. Het eerste, deze dag wordt u een volk van de Heere. Dat wil dus zeggen, als je dit doet en als je dat niet doet, dan mis je een cruciaal aspect van je opdracht. Second point is, why is there a special mention of the Kohanim here?
Een tweede is, waarom worden hier speciaal de priesters, de Kohanim, genoemd? If not because what you are summoned to do through the medium of these stones is essentially a priestly task of teaching the world. Zou dat niet zijn dat wat jullie hier als opdracht krijgen om op die stenen te schrijven, is dat niet de priesterlijke taak om de wereld te onderrichten? So this of course is a central aspect of what we read in the Bible with respect to the relationship between Israel and the nations. Dit is dus een centraal aspect van wat we in de Bijbel lezen over de relatie tussen Israël en de volken. There's an additional dimension that I feel compelled to stress as well, a metaphor of sorts that comes in a different direction, but I think guides us to much the same place. Ik wil graag nog een andere dimensie benadrukken, een soort van metafoor die wat in een andere richting gaat, maar ons toch weer terugbrengt bij hetzelfde, dezelfde gedachte. It is an idea that is first intimated in Deuteronomy. Het is een idee dat voor het eerst gesuggereerd wordt in Deuteronomium. And explicitly articulated in the book of Daniel. En in het boek Daniel expliciet wordt uitgesproken. In Deuteronomy chapter 4 in verse 19 we read. Deuteronomium 4 vers 19. Regarding the heavenly host, lest you raise your eyes heavenward and see the sun, the moon, the stars, the whole host of the heavens. This host, in the Hebrew, asher chalak Hashem elokecha otam lechol ha'amim tachat kol ha'shamayim, that God your Lord dispensed to all peoples beneath the heavens. Deuteronomium 4, vers 19. Dat u uw ogen niet opslaat naar de hemel en de zon, de maan en de sterren. Ziet heel het leger aan de hemel en u laat verleiden om u voor hen neer te buigen en te dienen. De Heer uw God heeft hen aan al de volken onder de hemel toebedeeld. In arguably an even more negative way, in Deuteronomy chapter 29, verse 25. In Deuteronomium 29, vers 25, vinden we dat eigenlijk op een nog veel negatievere manier uitgedrukt. We are warned of those people who from Israel go and serve other gods and bow down to them, gods whom you did not know, who had not been dispensed to them, to Israel. Vers 26 in onze vertaling, daar worden we gewaarschuwd voor die mensen die andere goden gaan dienen en zich daarvoor hebben neergebogen. Goden die zij niet kenden en die hij, die God, hun niet toebedeeld had. So what exactly is this dispensation to the peoples of the earth? En waar gaat het dan over, die bedeling, toebedeling aan de volken van de wereld? In the book of Daniel, in chapter 10, we read perhaps the answer. Misschien lezen we het antwoord in Daniel 10. In verse 13, the officer of the kingdom of Persia. There is also reference in this verse to Michael, one of the early officers. Daar, Daniel 10, vers 13, lezen we van de vorst van het koninkrijk van Perzië. En er wordt ook gesproken over een van de voornaamste vorsten, Michael. In onze vertaling voornaamste, maar hij vertaalde het als een van de vroege vorsten. Now, this is all part of the vision of Daniel. It certainly isn't anything of this world. He also refers in the same sense to Malchei Faras, kings of Persia. But in verse 20, we see explicitly, he's not talking about worldly kings. Rather, there he makes reference to the officer of Persia. Again, something in the spiritual realm, certainly not something in the mundane worldly one. Het gaat hier natuurlijk over zeg maar de geestelijke wereld en niet over de aardse wereld. Er wordt ook gesproken over de koningen van Perzië. Dan ben je weer terug op aarde, maar verderop is er ook weer sprake van de vorst van Perzië die
dus in de geestelijke wereld verschijnt. In the following verse, Michael appears again. He appears also in chapter 12, verse 1. In chapter 10, verse 21, it is Michael Sarchem. Michael, your officer, obviously referring to Daniel as a member of Israel. En dan wordt in Daniel 10, vers 21 gesproken over Michael, uw vorst. En Daniel wordt daar aangesproken als uiteraard als lid van Israël. What are these officers supposed to represent? Waar staan die vorsten voor? We have these enigmatic verses in Daniel, but in the Bible itself, really very little or no explanation. We hebben deze raadselachtige vers in Daniel, maar verder in de Bijbel vinden we daar eigenlijk nauwelijks een verklaring van. And if I could share with you the understanding of these verses in our tradition from two different perspectives that I think complement one another. Ik wil een uitleg van deze twee verklaringen van deze verse uit onze traditie voor u aanhalen, die elkaar aanvullen. One is to understand these officers as a representation of the unique cultural identity, the national role of this nation. De ene is dat die vorsten staan voor de unieke culturele identiteit van een volk, of de speciale rol van dit volk. So of course in that sense the sar signifies the spiritual import of every given nation. Dus dan vertegenwoordigt de sar het spirituele, het geestelijke karakter, kenmerk van zo'n volk. The parallel complementary track that I would like to share with you is the idea that the sar signifies the soul of the nation. En maar de parallele verklaring die ik ook aan u wil doorgeven is dat de sar de ziel van het volk vertegenwoordigt. I like using both of these perspectives because if I only presented the first one, then we would think of this idea of a sar as some kind of airy abstraction. Ik wil graag die twee verklaringen bij elkaar houden. Want als je het alleen bij de eerste houdt, dan kom je in een of andere al te grote abstractie. If I would only present the second one, then it altogether would be an enigma. What in the world does it mean to talk about a nation having a soul? En als je het alleen bij de tweede houdt, dan wordt het helemaal onduidelijk. Wat betekent het dat een volk een ziel heeft? We know people have souls, but nations have souls. Mensen hebben zielen, maar volken hebben die dat ook? And let's harp on that point a little bit further. We gaan er nog even mee verder. Because, of course, we believe that every individual has a soul. We geloven natuurlijk dat ieder individu een ziel heeft. But there is a hierarchy of sorts. Maar er is een soort van hiërarchie. Consider how physically our bodies are on the lowest level composed of cells. Als je het fysiek en natuurkundig bekijkt, dan zijn onze lichaam op het laagste niveau is een samenstel van cellen. The cells are organized into various tissue types. En de cellen zijn weer georganiseerd in verschillende soorten weefsel. And the various tissues are organized into organs. En de verschillende soorten weefsel weer georganiseerd in organen. There's a hierarchy. The cells are integrated wholes in and of themselves, but they are themselves integrated into larger and larger wholes. Er is dus een hiërarchie van die cellen die op zichzelf iets zijn, maar die geïntegreerd zijn in een groter geheel en zo kun je dat steeds verder uitbouwen. So every individual, likewise, is an individual integrated whole. En dat geldt ook voor ieder individu die op zichzelf iets eigens is. Endowed with a God-given soul. En begiftigd is met een door God gegeven ziel.
That is the microcosm. Dat is de microcosmos. On the level of the macrocosm. Op het niveau van de macrocosmos. We even speak in our tradition of the soul of everything that exists. Spreken wij in onze traditie van de ziel van alles dat bestaat. The soul that everything that exists, which in some contexts would be identified as God himself, perhaps as an angel that represents the all-subsuming soul that is, of course, part of the heavenly host. But the idea, again, that even on the macrocosmic level, we can speak of an integrated whole that contains within it everything. En in een bepaalde context zou je kunnen zeggen dat dat God is, of misschien een engel die eigenlijk staat voor dat die alomvattende of alles samen verbindende ziel. Alles maakt dus deel uit van een groot alomvattend geheel. Daar komt het op neer. Between the macrocosm and the microcosm, nations also have significance in this plan. En tussen die macrocosmos en die microcosmos staan ook de volken, en die hebben daarin een eigen betekenis met een er is een plan. And so the way we understand these verses in Daniel is nations have souls. En zo verstaan wij deze woorden uit Daniel, volken hebben een ziel. Again, not negating the individual autonomy of every single individual. En zonder daarmee te ontkennen dat ieder individu zijn eigen autonomie heeft. But affirming that there is spiritual significance in nations as nations. Maar het bevestigt dat er dus een geestelijke betekenis, belang is in het volk. There is significance in God having created an integrated whole that has many composite parts within it. Het is van belang, een betekenis, dat God een alomvattend geheel geschapen heeft dat uit verschillende delen bestaat. Just as there is significance in, for example, a human body containing not merely cells, but different tissue types, different organs. A human body is not an undifferentiated mass of cells. Zoals het ook van betekenis is dat een menselijk lichaam niet een ongedifferentieerde massa van cellen is, maar cellen, verschillende typen weefsels enzovoort. Can you imagine what we would be like if we would be undifferentiated masses of cells? Kunt u zich daar iets bij voorstellen als wij ongedifferentieerde celmassa's zouden zijn? We would be blobs. Nou ja, kunt u zich wel wat voorstellen bij dat woord? A large scale amoeba. Een amoebe, op grote schaal. When we encounter, God forbid, an undifferentiated mass of cells, we have a word for it. We call it a tumor. Als wij een ongedifferentieerde massa van cellen zouden tegenkomen, daar hebben we een woord voor. Dat is een tumor. It is a manifestation of God's blessing that we are not composed of all cells identical and equal. Het is een teken van Gods zegen dat we niet zijn samengesteld uit alleen maar identieke cellen. We are as individuals able to do what we are able to do because every cell has a unique role, a unique part to play in the overarching mission. We zijn als individu in staat om te doen wat we doen, omdat we juist zo geschapen zijn dat alles zijn eigen functie en vorm heeft. Well, likewise the world. En zo is het precies met de wereld ook. Everything in the world has a role to play in God's overarching mission for the world. Alles in de wereld heeft zijn eigen taak, zijn eigen rol om te spelen in dat overkoepelende missie die God voor deze wereld heeft. And nations are significant in that scheme. En in dat schema zijn volken dus van betekenis. Which also helps us to understand various passages in the prophets that would otherwise be enigmas. En dat helpt ons ook om allerlei passages in de profeten te begrijpen die anders raadselachtig zouden blijven. Why does God tell Ezekiel at the beginning of Ezekiel chapter 27 in verse 2
And once again, in Ezekiel chapter 28, verse 12, to lament the fall of Tzor, of Tyre. Waarom vertelt God anders, zegt God anders tegen Ezekiel in Ezekiel 27, vers 2, en verderop nog een keer, dat hij de val van Tyrus moet beklagen? Why in chapter 32 of Ezekiel, in verse 2, does God tell the prophet to lament Pharaoh, king of Egypt? Waarom moet Ezekiel anders in Ezekiel 32 Farao beklagen? Take another example from another prophet. Why does Jeremiah in chapter 48 in verse 36 express his moaning over the destruction of Moab? Waarom drukt Jeremia anders in Jeremia 48, vers 36 zijn weeklacht over Moab uit? For the record, none of them were even our friends. Geen van die volken waren onze vrienden. So why lament their fall? Waarom dan hun val beklagen? If you only have a worldly, secular, ethnic perspective, no reason at all. Als je het alleen vanuit een wereldlijk, seculier, etnisch perspectief bekijkt, dan is er geen enkele reden. But if you believe that God has a plan and every component part plays a critical role in the fulfillment of that plan, then it's kind of like you have your symphony orchestra and every single instrumentalist is playing a critical role in being able to produce the symphony. Maar als je ervan uitgaat dat alles zijn eigen bijzondere en onmisbare taak heeft, nou, dan kun je het vergelijken met een symfonieorkest waarin iedere muzikus zijn eigen ook onmisbare bijdrage levert. In that event, if one of the instruments is silenced, you mourn. En als dan een van de instrumenten het zwijgen wordt opgelegd, ja, dan heb je reden om te klagen. Beyond the human tragedy, beyond the instrument that is silenced, you mourn for the symphony that will be incomplete. You mourn for the plan that has lost one of the agents that God summoned to advance it. En nog afgezien van de menselijke tragedie, treur je dan over het teloorgaan eigenlijk van die hele symfonie, doordat je treurt over het teloorgaan van Gods plan, dat door het ontbreken van een van die deelnemers, een van die onderdelen, dus niet meer compleet is. Now, this perspective on the Sarim, on the role of the individual nations, provides us with the critical key to our mission today. En dit perspectief op de Sarim en op de rol dus van de volkeren geeft ons een belangrijk perspectief op het thema van vandaag. It pertains to what we learn from God's messages with respect to the role of Israel. Het heeft betrekking met wat we horen over Gods opdracht voor Israël. On the one hand, Israel has a sar, like all nations have sarim. Aan de ene kant heeft Israël een sar, net als alle andere volken een sar hebben. The sar associated with Israel is even explicitly named. De sar die met Israël verbonden is, wordt ook uitdrukkelijk genoemd. The name being... Wie is dat? Dat is Michael. Michael. And yet, when we consider various passages in particular in Deuteronomy, there is an implication that Israel is not part of the plan in the same way that the nations are.
Toch ook, als we een bepaalde tekst uit Deuteronomium overdenken, dan zien we dat Israël niet op dezelfde manier onderdeel van het plan is als andere volken dat zijn. We mentioned earlier in Deuteronomy chapter 4, verse 19, God's dispensing to all the peoples beneath the heavens these celestial spiritual forces. We hebben het eerder in Deuteronomium 4, vers 19 gehad over dat God verschillende hemelse wezens aan de volkeren heeft toebedeeld. As opposed to, we read in verse 20, Israel. In tegenstelling tot Israël. You, God took and brought you forth from the iron cauldron, the iron furnace of Egypt, to be his heritage people as this day. In vers 20, u heeft de Heere genomen uit de ijzeroven uit Egypte geleid om voor hem tot een erfvolk te zijn zoals het op deze dag is. And likewise in Moses' song in Deuteronomy chapter 32. En zo ook in het lied van Mozes in Deuteronomium 32. On the one hand, when the Supreme, the Most High, bequeaths to nations their inheritances in separating people, he establishes the boundaries of peoples corresponding to the number of the people of Israel. That, on the one hand, in verse 8. Deuteronomium 32, vers 8. Toen de allerhoogstaande volken het erfelijk bezit uitdeelde, toen hij Adams kinderen van elkaar scheidde, heeft hij het grondgebied van de volken vastgesteld, overeenkomstig het aantal Israëlieten. On the other hand, in verse 9. God's portion is his people. Jacob is the boundary of his legacy. En aan de andere kant, 32 vers 9. Het deel van de Heere is zijn volk. Jacob is het gebied dat zijn eigendom is. And in verse 12. In vers 12. God alone guides him. And there is with him, with God, no alien force. No alien ale, which means force. Alleen de Heere leidt hem. En er is bij hem, bij God dus, geen vreemde kracht, macht. Er staat het Hebreeuwse woordje eel. En dat is eigenlijk macht of kracht. The Sarim are all, in some sense, elim. De Sarim zijn in een zekere zin allemaal elim. They are not gods, but they are forces. Ze zijn geen goden, maar ze zijn, ja, machten. Eel in biblical Hebrew is a word that refers to power. In het Bijbels Hebreeuws is eel een woord dat naar macht verwijst. To take a simple example as an illustration. Een simpel voorbeeld. In Genesis chapter 31, when Lavan is in hot pursuit of Jacob and meets up with him. Genesis 31, als Jacob en Laban tegenover elkaar, of Laban Jacob achtervolgt. He says to him in verse 29. Zegt hij in vers 29. In the Hebrew, there is el, yesh le'el yadi, which means I have power in my hand. Not I have a god in my hand. I have power in my hand to do evil to you. Except that your god told me I better keep my hands off of you. Het is in mijn macht je kwaad te doen, en daar staat dus het woordje eeuw. Maar de God van je vader heeft in de afgelopen nacht tot mij gesproken. So all sources of power can be known in Hebrew as el. Dus alle bronnen van macht worden in het Hebreeuws kunnen aangeduid worden als eeuw. Mundane. Wereldse. And spiritual. En de bovennatuurlijke. Terrestrial and transcendent. Aards en transcendent. There are sarim, elim, for all nations. Er zijn sarim of elim voor alle volken. There is a sar associated with Israel as well. Er is ook aan Israël dus een sar verbonden. But what does Michael mean? Maar wat betekent Michael? It's a name, but it's obviously also an expression in Hebrew. Het is een naam, maar ook een uitdrukking in het Hebreeuws. Michael. Who is like God? Their El is obviously God's name.
Wie is als God? En daar is heel duidelijk natuurlijk it is de naam van God. It is a representation of the mission of Israel to proclaim who is like God in the world. Het is dus een representatie van de opdracht van Israël om te verkondigen wie is als God. What inevitably we're going to have to discuss next is what does that mean with respect to God's charge for Israel and its consequences. We zullen het er straks natuurlijk over moeten hebben wat dat dan betekent voor die opdracht van God aan Israël en de consequenties daarvan. But that is after the coffee break. Maar dat is na de koffie.